Hey, ik ben Sam en in dit filmpje gaan we kijken naar een hoesje voor de iPad mini. In dit geval een Gecko koffer. Een Gecko koffer hebben we al eens vaker voorbij zien komen op de website. Het is een vrij bekend merk die hoesjes maakt voor je tablets en e-readers en dat soort dingen. In dit geval dus een hoesje voor de iPad mini. Dit is eentje van een bekend design. De smart koffer design aan de voorkant, zeg maar. Gecombineerd met een harde plastic achterkant die dan bekleed is weer met een materiaal om het gelijk te trekken met de voorkant. De binnenkant bestaat uit een zachter materiaal, zodat je het scherm niet gaat krassen of wat dan ook. Dat is in principe een mooi materiaal. De buitenkant voelt gewoon als vrij goedkoop plastic, want het is vrij hard, zeg maar. En ja, voelt weinig chic aan, zeg maar. Goed, als we kijken hoe de iPad mini erin gaat. Buttonkant eerst. Dan klikken we hem erin. Even kijken, zo. En zo zit de case dicht. En dan zie je dat hij niet helemaal plat vouwt. Je zou het eventueel een beetje kunnen aantrekken en hem zo trekken. En dan ligt hij wat platter. Maar zelfs als je dan goed kijkt, dan zie je ook dan komt er nog steeds licht doorheen. Of het komt doordat het materiaal nog niet ingewerkt is. Want nogmaals, het is vrij hard plastic. Dat weet ik niet, maar in principe is dat natuurlijk niet de bedoeling dat je case niet helemaal mooi plat vouwt. Goed, wat leuk is van deze case is dat de automatische aan-uitfunctie werkt. Maar er is een probleem, want als je hem omklapt, hebben we het probleem dat als je ermee wiebelt, dat die wel eens aan en uit wil gaan. Nu zie ik dat het eventjes niet lukt hier op de camera. En het gebeurt ook niet altijd. Oh kijk, daar gaat hij. Zie je? Dus als je dus wiebelt, zeg maar, met de achterkant, dan wil die wel eens aan en uitklappen. En ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling van een case. En dat maakt hem in principe ook, wat mij betreft, gewoon onbruikbaar. Want ook al gebeurt het je één keer, het is gewoon te irritant voor woorden om dat ook maar soms te hebben gebeuren. Dat maakt eigenlijk de Gecko koffer meteen een afrader. Ook al zijn de cut-outs en dat soort dingen zijn gewoon keurig verzorgd. Aan de bovenkant, aan de zijkant, bij de speakers, bij de camera. Alles werkt gewoon zoals het zou moeten. Behalve die on-off functie en het feit natuurlijk dat die koffer niet helemaal mooi plat ligt op de iPad mini. Kost €23 deze Gecko koffer. Normaal gesproken geven we na een review een koffer weer weg. In dit geval gaan we eerst wachten of kijken of Gecko koffers reageert en mij een betere versie kan sturen. Misschien is er al een geüpdate versie, misschien komt er een geüpdate versie. Want deze versie is geen €23 waard. Goed, heb je een vraag over deze kijk of over een andere review die we hebben gedaan? Laat een reactie achter op tabletsmagazine.nl of op YouTube comments. Dat was hem weer. Tot de volgende keer.